It's all I wanna do. Welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn Gnome Chester. En vandaag spelen we weer Call of Duty Black Ops 2. We spelen een potje Domination een keer op de map Hijack natuurlijk. En we gaan vandaag spelen met de raarste streaks ooit in de game natuurlijk gewoon. Ik heb een keer een Ajar. Een V-Zit is gewoon normaal, maar een Warlock aanstaan. Dus we gaan natuurlijk gewoon kijken wat we daarmee kunnen gaan doen. Laat alsjeblieft een blauw duimpje omhoog achterhouden, maar natuurlijk enorm. Zoals jullie zien, gebruik ik weer mijn greenscreen natuurlijk. En gewoon even voor de lol. En we gaan natuurlijk de C-plug pakken. Spelen met de MSMC Long Barrel. En Fastmac op de map Hijack. Dus we gaan kijken of we een beetje een relaxed score neer kunnen gaan zetten tegen deze enemies. Ik word al gelijk geflasht. Van welke kant weet ik niet. Dus als mijn team met me zouden helpen, zou het mooi zijn, maar ze killen hem niet. En ik werd gekild door een executioner. Executioner. Black teammates. Oké. Okay. We gaan natuurlijk gewoon proberen de B-vlag te pakken. Ze zit op C. Black teammate. Kom op, we hebben dit. Oké, okay, ze hebben C, ze hebben onze homevlag. Dus dat pikken we niet. Teammate heeft de UAV, lekker dan. Ik hoop by the way niet dat je de muziek op de achtergrond hoort. Oh nee, kak, want er is buiten bij mij een concert op het plein. Dat is fucking hinderlijk. Ik hoor het wel in ieder geval. Oh nee. Wat is dit een tyfushond zeg. Wauw, wat zijn deze enemies voor Mongolen? Even zonder rollen. Ze spelen met shock charge en dan leggen ze een C4 erbij. Wajo, dat heb ik nog nooit gezien, maar goed. Misschien een nieuwe speelstijl die ik nog niet weet. Let's go. Nee, daar zit hij met zijn executioner. Kanonnen zeg. Ja, nu had ik je. Komt u weer aanrennen met zijn executioner, sukkel. Oh, kut. Ja, dit is echt gewoon kak, dit. Kijk, ze zitten te campen dan. Godsamme. Je kan echt niks tegen deze mensen. Oké, teammate heeft B. Lekko. Als ik eenmaal mijn V-Zit heb... Oké, ik ga underground. Ik ga het riskeren. Als ik eenmaal mijn V-Zit heb, dan kan je deze enemies best wel hard ownen. Ze zijn namelijk best wel hard te campen. Oh, teammate, jongen. Ik heb je echt gered. Spannen sowieso op A. Oh, nee, nog niet. Nee, jongen. Ik kill mijn fucking AGR. Weer de kut executioner. Oh, oh, oh. Ja, en dan hebben ze mijn V-Zit. Hij zit zo hard te campen, die gozer. Hé, hey, dat was een Dear Times of zo. Och, och, och. Mijn rug. Sniper, get down. Komt hij weer aanrennen hoor. Tering, dat ding heeft nog een range ook. Maar altijd als ik ermee ga spelen, dan ken ik geen tering, man. Goh. Ik ben echt gewoon fucking de lul tegen deze mensen, jongen. Zulke campertjes. Echt ongelofelijk. Pak even zijn score op hoor. Zo, dat tering haalt me ook nog bijna. Ik wil gewoon één keer mijn streak tegen deze mensen gehaald hebben. Vind ik alles goed. Oh my god. Kijk hoe deze mensen spelen, jongen. Een flashbang
met Shock Charge en een C4. Loop je door die Shock Charge heen, word je gecevierd. Loop je door de fucking Flashbang heen, word je gecampkilled. Dus, ja. Die heer Times is echt een camper, jongen. Oh, let's go. Oké. 22-7 is mooi scoren. Maar deze mensen, jongens, holy shit. Niet echt de leukste enemies om tegen te hebben, kan ik jullie wel zeggen. Maar die, de heer Times, deze man die we hier zien, die ik nu mute en unmute, die speelt echt vies. Dat kan ik je wel vertellen. Maar wij kunnen ook vies spelen. Dat gaan we nu ook gewoon echt doen. Om gewoon een streak proberen te halen. Maar dan moeten we de executioner guy niet tegenkomen, want dan zijn we fucked. En nu zijn we care package. Ik ga underground en dan ga ik ze hier opwachten. Op zeker dat er een van hun ook underground komt. Ik zei het je, jongen. Ik ben weg hier. Teammates hebben Bravo. Lekker teammates. Kom maar. Goed zo. Kom op. Let's go, chemistreaks. Althans, nog niet helemaal. Gooi mijn AGR gewoon hier neer. Yes, ik heb al mijn streaks. Haha, let's go, boys. Huppakee. Zo kunnen wij het ook spelen hoor, jongens. Let's go. Nu is het tijd om ze even te gaan rekken, jongens. Kom op. Teammate, kijk op je V-set, ouwe. Huppakee. Nu is het tijd om ze te ownen. Gaan we even triple cappen? Hoezo ook niet, joh. Kom maar. Kom op, Wardok. Lekker, jongen. Oh, ik word gesniped. Ai, ai, ai. Jammer, jammer, jammer. En ze zijn nog niet geregequit. Jawel hoor. Mister, hoe heet die? Die is gekwit. Zo, Wardok gaat even wezen, jongens. Hoppakee. Die Mr. Times, of de heer Times, is gekwit. Dus die kon er niet tegen dat hij even een Wardok op zijn bek kreeg. Maar ja. Daar kan ik ook niks aan doen. Wij hebben in ieder geval lekker onze streakjes binnen. Kom op, Wardok. Hoeveel man zit er nog in? 5 man. Zit hier één. Hoppakee. Hier ook één. Leg je wat spanning in zijn rug. Team met X-eitje nog. Oh, lekker teammate, thank you. Kunnen er 2 AGR's in de map? Oké, okay, er kunnen dus blijkbaar 2 AGR's van jezelf in de map. Kom op, nog even deze vlag pakken. Dan heb ik mijn V-set. Moet nog 1 kunnen, heb ik mijn nieuwe ward op gewoon alweer. Zo, nieuwe ward erin. Laat ze maar even B hebben. Holy boys. Hoe kut het in het begin ging, hoe goed we nu gewoon gaan. Gewoon door middel van lethal streak te gaan gebruiken. Holy shit. We hebben nog even een frenzy kill erbij. Waarom ook niet? Weer een nieuwe AGR. Even deze vlag erbij pakken. Nieuwe Wardok en nieuwe V-set. Hier teammate, alsjeblieft. Wardok is nog niet beschikbaar. We hebben een 15 streakje erbij. Wardok is nog steeds niet available. Dan was die gozer weer met zijn executioner. Oh, we kunnen geen nuclear malen, jammer. Jammer, 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 jammer.
Holy shit, goed. 63 om 8 is gewoon nog onze eindscore geworden gewoon in dit potje. Dus, mocht je natuurlijk genoten hebben van deze awesome gameplay, wat in de eerste helft echt gewoon fucking kut was, maar in de tweede helft best wel OP is, laat dan alsjeblieft een blauw duimpje omhoog achter, helpt natuurlijk enorm. Als we hoeveel likes kunnen halen, 50 likes kunnen halen, dan ben ik gewoon blij. Jongens, ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. En hoop ik jullie ook te gaan zien bij de video van morgen. Ik wil nog even kijken of ik 25 guns ik heb gehaald. Geloof ik niet, maar... We kunnen altijd kijken. Kom op, laat zien. Laat zien. Ai, net niet jongens. Gewoon een relentless. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk tot de volgende keer mensen. Later.